Voor Ajax. De eerste voor jonge Ajax. Dat zal ook toch wel John van der Schip bevallen. Natuurlijk heeft hij te klagen over. Prima sliding van Mansveld. En dat levert jonge Ajax balbezit op. En wellicht een kans ook via Rijkhoff. Houdt die bal keurig dichtbij. Kaplan. Meenemen Rijkhoff. Ja, goed gedaan. Rijkhoff ruimte maken voor het schot. En dat schot komt er en de goal is er ook. En dat is zijn eerste. En dat doet hij helemaal zelf en dat doet hij helemaal goed. Ja, als je dat weet, dat is één ding maar om daarop te reageren. Even naar buiten, even weg bij Kaplan en dan de korte hoek. Gevonden, Julian Rijkhoff. Slim duwtje in de rug, Kaplan bij Livramento. 16, maar die bal is alleen maar voor Fitz Jim. Nu zijn er vier. Goed werk van Rijkhoff. Banel, de volgende kans. Rijkhoff met zijn tweede bal. Dus makkelijk binnenlopen. Hij kijkt nog even naar de zijkant van, was het niet een stap te ver? Op het moment van schieten van Banel, dat lijkt niet zo te zijn. Speelde wel of niet buitenspel. Op het moment van schieten van Banel. Ja, er is geen VAR en dus is het oordeel van de assistent scheidsrechter een oordeel wat staat. Rijkhoff in deze wedstrijd. Maar de achterhoede blijft een beetje hangen. Kaloko door naar Rijkhoff. Niet helemaal lekker aangespeeld, maar toch de spits. Nog steeds in balbezit. Guy. Nou ja. Julian Rijkhoff, de man van de eerste helft. Met twee treffers. De hele actie ook van Fitz Jim. Deze bal. Pakka! Lekker man. En dan... had dit de 3-0 moeten zijn, de hat-trick compleet voor Rijkhoff, maar hij op de paal. En dan Rijkhoff met Aktas, Rijkhoff, ja. Of doet hij in ieder geval daar de poging toe. Vanel was ook meegelopen. Hier Rijkhoff, dan loopt Aktas. Breed te geven. Rijkhoff. Hakje, Fitz Jim. Voor de man van de twee goals, Julian Rijkhoff. Je zou het een publiekswissel kunnen noemen. En voor hem in de plaats met nummer 15. Twee goals en een bal op de paal. En de complimenten van alles en iedereen.